Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, in gebruik namens schoolcampus district Marowijnen een feit, onderwijsminister Levens verschaft duidelijkheid over ontkoppelen particuliere scholen, jongeren delen opinie over klimaatvraagstuk met president Santokki, wat is ivermectin en wat zijn de effecten? Dr. Krishnadat geeft antwoord. En wat te doen bij bijwerkingen na COVID-19 prikje? Een heugelijk moment voor het district Marowijnen. 8 maanden na de eerste steenlegging heeft de officiële opening van de schoolcampus op Mongotapo plaatsgevonden. De regering heeft zich hiermee gehouden aan het streven om het nieuwe onderwijscomplex bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik te nemen. Zowel president Chandrika Prasad Santokki als vicepresident Ronnie Brunswijk bleef stilstaan bij de investering in het onderwijs en de ontwikkeling die op gang wordt gebracht voor het district Marowijnen. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Me baro odi angare spekki. En als ik vandaag hier sta om de officiële opening te doen van de middelbare school hier in het district Marowijnen, de Mongotapo, dan moet ik een paar dingen memoreren die zeer belangrijk zijn voor deze dag. En de pastors, Sabejazo, ook toe. De pastors, met Barwang, begin Odi Anga, Nevo Masragado. Maar de pastor Taki, wat voor zin heeft het voor de bouwvakkers om te bouwen? Ifano Abasegi voor Masragado. Dat geeft al aan dat er hier gebouwd is, niet alleen door mensenhanden, maar ook met de hand van onze schepper, is er hier gebouwd. Met diezelfde zegen. En deze plaats begrijpt u nu pas waarom het gekozen is. En dat heeft moeder Brunswijk net verteld. Agronja zo apsegi. En dat heeft ze zelf ervaren als moeder. Een ander ding wat ik moet memoreren is dat vandaag we niet alleen een opening hebben van een school, maar deze dag zal moeten bijdragen dat vertrouwen in de politiek terug zal moeten komen. En ik leg u uit waarom. Men heeft de bouw van een middelbare school hier in Marowijnen altijd als een politieke stunt gebruikt om stemmen te winnen voor die verkiezingen. En vele jongeren hebben daardoor hoop gekregen. Vele moeders hebben daardoor hoop gekregen. Maar die school is nooit gekomen. Waardoor er een wantrouwen ontstaan is in die politiek. En wat doen we, Tide Masra, vice-president? We herstellen vertrouwen. Want 8 maanden geleden, Okonjaso, en we hebben gezegd, die school gaat open in oktober. Die school gaat open in oktober. En je ziet wat we neerzetten. Het gaat open. Vertrouwen komt terug. Vertrouwen in politiek betekent, doe wat je zegt en zeg wat je gaat doen. En dat is wat we doen. Thank you.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft besloten vanaf dit schooljaar de particuliere VWO- en HAVO-scholen te ontkoppelen van de openbare scholen voor wat betreft de afname van de toetsen. Onderwijsminister Marie Leevens is op donderdag 21 oktober in het parlement nader op dit besluit ingegaan. De bewindsvrouw gaf ook antwoord op vragen van het college betreffende het nieuwe onderwijssysteem. Ze benadrukt dat het doel hiervan is om obstakels weg te halen. Ten aanzien van de opmerking over het ontkoppelen van particuliere opleidingen. Eigenlijk is dat heel slim, heel eenvoudig. De particuliere opleidingen die beschikken over middelen om via internet te werken. Alle kinderen hebben daar een computer en ze hebben internet op school en ze hebben internet thuis. Het gevolg is dat ze geen last hebben gehad van de onderbrekingen en gewoon doorstuderen. De particuliere scholen hebben toen gevraagd, mogen wij dan ons examen wel op tijd geven? En dat heeft het ministerie toegestaan, omdat je geen studenten achterhoudt die sneller vooruit kunnen. Ze mochten dus hun eigen examen financieren, maar het examenbureau heeft gekeken naar de kwaliteit van het examen vooraf en heeft achteraf gevalideerd. Ook op de particuliere scholen blijft de controle van de inspectie gelden. Het is dus niet zo dat je naar een particuliere school kan overstappen en daar gewoon een diploma kopen. Dat is nooit zo geweest en dat zal ook niet nu gebeuren, nu ze de toestemming hebben om gewoon door te werken en niet geblokt te worden door de achterstanden die je hebt op de openbare scholen. Ik kan akkoord gaan met extra incentives voor leerkrachten, omdat ze inderdaad heel hard werken. Maar ja, ik kan niet voldoende herhalen dat als die leerkrachten zich niet zo hadden ingezet in het afgelopen jaar, dat we een heel vervelend schooljaar zouden hebben gehad. Dus ik kan onderstrepen dat we ook hun een incentive moeten geven. Een soort COVID-toelage, omdat je gewoon veel meer van ze vraagt. Ook dat hele ontsmetten van hun klas en zorgen dat de kinderen hun handen wassen en van alcohol voorzien. Het is gewoon een extra burden, ook naar de ouders toe. Veel meer klachten. Laat me zeggen, het is niet alleen technisch, het is ook emotioneel heel zwaar voor ze. Ik denk dat ze het komend jaar diezelfde inzet zullen tonen, omdat het nou eenmaal in het aard van het beestje zit. Leerkrachten houden van hun werk en ze doen het goed. En we moeten ze dus inderdaad stimuleren, zoveel als mogelijk. En een incentive is dus op zijn plaats. Hebben we voldoende equipment op de lagere school voor COVID-sneltesten enzovoort? Er is een COVID-fonds, we mogen er gebruik van maken. En we zorgen dat er voldoende mondkapjes en op school zijn, alcohol op school is, water en zeep. Daar hebben we voor gezorgd. Voor sneltesten nog niet, dat is echt een beetje nieuw, maar het is het overwegen waard. Overgang met 5 blauw en 2 rood mag. Overgang met 5 rood en 2 blauw mag niet, zegt de heer Bouva, het geachte licht Bouva. Laat mij eerst iets uit de wereld helpen. De leerkrachten, althans laat me zeggen, de administratie heeft in augustus, september een fout gemaakt. Men is gewend aan bepaalde formules. U weet, in het onderwijs is er voor alles een formule. Voor overgaan, voor blijfzitten, voor herkansing. En voor elk type heb je 5, 6 formules. En het is niet vanzelfsprekend dat ze als een robot die formules zijn gaan aanpassen. Ze hebben diezelfde formules toegepast op 2 kwartalen. Maar dan krijg je een andere uitkomst. Dus als je diezelfde formule gebruikt die je voor 3 kwartalen gebruikt, nu toepast op 2 kwartalen, dan krijg je een verkeerde uitkomst. En dat is gebeurd. Maar we hebben het gecorrigeerd en die cijfers zien er nu anders uit. En vervolgens is het zo
dat het nieuwe onderwijssysteem maar één doel heeft. Haal die obstakels weg. Voer den drempel. Hou die kinderen niet achter, maar hou ze wel vast en laat ze doorgaan op hun eigen tempo. Als ze aan het eind komen, dan zien we wel hoe ver ze zijn gekomen. Maar Suriname heeft behoefte aan mensen die 10 jaar op school zijn geweest. En niet zoals de laatste volkstelling laat zien, dat ongeveer 40% van die samenleving leefde op een vierde klas lagere school. Dat is voor de ontwikkeling van dit land onacceptabel. Hou ze vast, laat ze 10 jaar op school gaan en laat ze wat leren. En we gaan zorgen dat ze allemaal hun potentie kunnen inzetten. SDG-jeugdambassadeur Sherman Panza heeft samen met enkele jongeren een document met daarin de verschillende standpunten van jeugdigen over klimaatverandering overhandigd aan president Chandrika Persat Santokhi. De overhandiging heeft plaatsgevonden op maandag 25 oktober 2021 op het kabinet van de president. Voor het staatshoofd is het van cruciaal belang dat ook de opinie van de jeugd wordt meegenomen bij het bespreken van actuele klimaatvraagstukken. Kijkt u met ons mee. Dit is in het kader van dat we een document met de verschillende standpunten van jongeren wat klimaat betreft, klimaatverandering betreft, dat we hebben overhandigd aan de president. De president is delegatieleider van de COP26, dat is een wereldklimaatconferentie. En wij vinden het belangrijk dus dat jongeren hun stem worden meegenomen. Dus niet alleen van de leiders van het land, maar ook van de jongeren. Dus dat hun stem ook gehoord wordt, wat zij vinden, want het is hun toekomst. Want alles dat, alle effecten van klimaat of klimaatverandering heeft impact op de jongeren, heeft impact op de toekomst. Dus vandaar hun mening. Ook. Zijn er ook direct andere vraagstukken ter sprake gekomen, behalve klimaat? Nee, we hebben SEC over klimaat gesproken, over de COP26. De president heeft wel aangegeven dus dat het is prioriteit, voor hem is het prioriteit. Hij ziet het ook dus dat onderwijs dit systeem aanpakt, waarbij er jongeren worden gevraagd essays te schrijven, hoe ze denken over bepaalde vraagstukken in het land en in de wereld, dat onderwijs dit ook oppakt, zeg maar. Ik heb wat bewegingen hier gezien met betrekking tot prijsuitreikingen. Kunt u ons meer daarover vertellen? Ja, dus ik ben geselecteerd door de COI. De COI 16 is de jongere person van de COP26. De COP26 is voor staatshoofden, dus koningen, presidenten, ministers, prime ministers, die bij elkaar komen om te praten over milieuvraagstukken. Hoe ver ze nu zijn met de Paris Agreement die getekend is in 2015 of 2016, hou me ten goede. En de COI is een jeugdperson daarvan. De COI wil dus een verzameling hebben van de jongeren, hun meningen van de wereld. En deze standpunten nemen ze mee naar de COP26, waar de staatshoofden bijeenkomen. Dus ik ben geselecteerd. Ik zal participeren. Het wordt in Schotland gehouden. Wat is ivermectine en wat zijn de effecten? Er schijnt ook in Suriname verwarring te zijn over het gebruik van dit antiparasitair geneesmiddel. Ivermectine zou namelijk effectief zijn bij het tegengaan van COVID-19. Op de COVID-19 persconferentie van donderdag 21 oktober heeft epidemioloog Ingrid Krishnadat meer duidelijkheid over dit middel verschaft. Ook in Suriname wordt er onderzoek gedaan naar het effect hiervan. Echter is vaccineren tot nog toe de beste preventie, zegt de deskundige. Luistert u mee. Ik ben hier gevraagd om iets te vertellen over de studie die te maken heeft met ivermectine in de samenleving. Ik heb vaker op de tv, op de radio, op allerlei soort fora heb ik mensen horen praten over ivermectine in Suriname. En het schijnt dus wat verwarring te zijn. En eigenlijk als medicus en als wetenschapper is er toch maar één hoek die wij kunnen aanbieden aan de samenleving. En dat is de hoek vanuit de wetenschap. We kunnen onze Surinamers alleen maar dingen aanbieden die goedgekeurd zijn, die goed onderzocht zijn
zodat mensen op een juiste manier behandeld worden en op een juiste manier beter worden en dergelijke. Er is heel wat onderzoek in de wereld over ivermectine, maar ook heel wat publiciteit. En niet alle publiciteit is even betrouwbaar en niet alle publiciteit is even juist onderzocht. Er zijn een x-aantal parameters waarop gelet wordt. En die parameters zijn nauwkeurig bestudeerd door wetenschappers van het Medisch Wetenschappelijk Instituut, van de universiteit en van het Academisch Ziekenhuis. En we hebben kunnen concluderen dat er geen zwart-wit antwoord is op het ogenblik. En dat we dus ons eigenlijk voegen achter de besluiten van de CDC, de WHO en nog andere belangrijke grote gezondheidsorganisaties zoals in Engeland, dat je alleen maar ivermectine aan mensen kan geven binnen een onderzoek. Omdat je dat onderzoek moet gebruiken om te kijken of het inderdaad wel werkt of niet. Binnen het vooronderzoek hebben we eigenlijk alleen maar kunnen zien dat het eventueel zou kunnen helpen en goed zou kunnen zijn in het vroeg stadium van de ziekte. En dan niet alleen om bij de persoon zijn ziekte in te dammen, maar misschien ook wel om ervoor te zorgen dat hij zijn mensen niet om zich heen niet zo besmet. Waarom? Omdat we dat denken. Er is in het laboratorium gebleken in ieder geval dat ivermectine wel het coronavirus doodt. Maar wel met heel veel ivermectine. Ivermectine op zich is een goedgekeurd middel voor parasietenbehandeling. Het bestaat al jaren, het heeft zelfs een Nobelprijs gewonnen, maar het is een geweldig middel en het helpt heel goed en het is heel het heeft nauwelijks complicaties tegen parasieten. Maar dus nu willen we het ook off-label kijken of het off-label te gebruiken is voor ivermectine. Ik bedoel voor COVID-19. Omdat ook wij willen meehelpen aan de wetenschap. En ook wij willen zo snel mogelijk willen weten of in Suriname dit gebruikt zou kunnen worden, zijn we zelf hier begonnen. Maar onderzoek is een heel kostbaar en duur iets, dus we kunnen niet zo snel voortschieten vanwege middelengebrek. Dus, waarom Surifond? Het is niet zozeer om te bedenken van we gaan het COVID-probleem ermee oplossen. Het beste middel tegen het COVID-probleem is nog steeds vaccineren. Dat is preventie, dus voordat je de ziekte hebt. Maar wanneer je de ziekte hebt, dan moet je wel behandelen. En een mogelijke behandeling zou misschien kunnen zijn ivermectine. Maar we willen nog steeds zoveel mogelijk voorkomen dat mensen ziekte hebben. Het vroeg vaststellen, opsporen, isoleren van mensen. Quarantaine, mohana, et cetera. Dat zijn nog steeds de dingen die altijd blijven gelden. Heb je nou wel of geen behandeling? Want je wil eigenlijk nooit liever ziek worden. Je wil niet ziek worden en behandeld worden. Je wil niet ziek worden. Dus we kijken dus nu naar de behandeling. En een van de middelen waar dus nu gekeken naar wordt is misschien toch wel ivermectine. Zoals ik al zei, er is nog steeds onvoldoende bewijs dat je kan zeggen, dat de directeur van Volksgezondheid hier van me naast me kan zeggen, ja, geef het maar aan alle COVID-patiënten. Dat bewijs is er niet, dus hij kan dat niet zeggen. Patiënten met milde klachten. Dus nu ga ik even uitleggen, wat doen wij? Wat voor onderzoek? We willen zoeken naar mensen in een vroeg stadium om hen te kunnen behandelen, om te voorkomen dat ze ernstiger ziek worden of om te voorkomen dat ze anderen besmetten. En dat zijn patiënten dus in de beginfase met milde klachten. Niet bij ieder blijft een COVID-19 vaccinatie zonder bijwerkingen. Bij enkele mensen treden koorts, hoofdpijn en moeheid op. Daarnaast zijn spier- en gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken ook niet onbekend na een vaccin. Bijwerkingen zijn een reactie van uw immuunsysteem op het vaccin. De klachten ontstaan binnen één of enkele dagen na vaccinatie en gaan vanzelf weer over.
Om de klachten te verlichten kunt u in geval van koorts paracetamol innemen. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in de bijsluiter vermeld staat. Indien u zich toch zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de huisarts of het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg op 178. Bij ernstige bijwerkingen zoals zwellingen of bloedstollingen is het raadzaam zich te laten monitoren door de huisarts of een specialist. Schakel direct medische hulp in bij kortademigheid, pijn op de borst of in de buik, zwelling of kou in de armen of benen en ernstige hoofdpijn of wazig zicht. En kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.